Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toten de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Team Gang Gang Galaxy houdt een Beyblade gevecht om te beslissen wie zij als vervangers gaan kiezen. Maar het gevecht wordt verstoord door Phoenix, die ineens zijn Beyburn Fireblaze lanceert en wint. Phoenix blijkt eigenlijk Ryo te zijn, maar Hikaru vertelt hem dat hij niet mee mag doen met Team Gang Gang Galaxy, omdat dat tegen de regels van het toernooi is. Dezelfde regels gelden voor Kenta en Team Wang Huxiong, dus het lijkt erop dat er geen vervangers zijn voor de gewonde Tsubasa en Yu. Voordat ze verder op zoek kunnen gaan, staat Blader DJ in één keer voor hun neus. Hij wil vechten tegen USA DJ om te beslissen wie van hen de presentator gaat worden tijdens de finale van het toernooi. Het blijken slechte bladers, maar goede DJ's te zijn en het wordt gelijk spel. De DJ's besluiten dat ze vrienden willen zijn, geen vijanden en dat ze de finale samen zullen presenteren. Iedereen is hier heel erg blij mee, maar ze hebben geen tijd om ervan te genieten, want de finale gevechten tegen Team Starbreaker staan op punt te beginnen. De grote finale. Ik denk dat het zover is. Masamune, Sio. Ik kom weer snel terug, Toby. Goed, ik denk dat het voor ons ook tijd wordt om te gaan, oké? Oké, Dr. Cigarette. Welkom bij het Beyblade Wereldkampioenschap! De grote dag is eindelijk aangebroken! Het geweldige toernooi dat over de hele wereld is gehouden is nu toe aan de finale! Vandaag wordt er beslist wie het beste team ter wereld gaat worden! De nummer 1, mensen! Zal vandaag Gang Gang Galaxy uit Japan de beste ploeg ter wereld gaan worden? Of wordt het ons eigen Amerikaanse team Starbreaker? Dit gevecht van de eeuw wordt gepresenteerd door de DJ's uit Japan en Amerika. Dat zijn wij, de twee DJ's. We gaan samen live presenteren voor de hele wereld. Het gevecht begint vandaag om 12 uur. Geen minuut later. Het finale gevecht gaat al bijna beginnen, maar ze zijn nog allebei volledig bewusteloos. Oh jongens, Yu, Tsubasa... We zullen onze stinkende best gaan doen voor jullie. We winnen de wedstrijden en worden kampioen. Huh? Dus als we straks terugkomen, zijn wij de nummer 1 van de wereld. Zeg, Masamune, je hebt er wel zin in, hè? Ja, zeker weten. Dit is de grote finale. En Starbreaker zal zeker gaan verliezen. Zelfs als ik mijn oude vriend Zio zou moeten verslaan. Masamune? Arrangementindex op 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Zio's hartslag en bloeddruk gaan omhoog. De druk is nu opgelopen van level geel naar rood. Zio's arrangement afbreken. De index staat nu op 92. Ah, stop je nou alweer bij 92? Zio. Wat heb jij gedaan, terwijl Jack en Damien zo fantastisch bezig waren in een gevecht in Excalibur? Als dit is wat je aan kan van het arrangementprogramma, heb ik je misschien toch te hoog ingeschat, denk ik. Ga door! Huh? Ik kan het heus wel volhouden tot aan het einde. We hebben geen tijd meer. Ik ben bang dat de finale vandaag al is. Ik haal het heus wel! Ach, het is geen probleem als je wint. Maar hou er rekening mee wat er gaat gebeuren als je verliest. Huh? Wat wil je daar nou weer mee zeggen?
Vanaf het begin hebben we heel duidelijk afgesproken dat jij resultaten zou halen. Als jij verliest, zullen wij Toby niet langer meer helpen. Jack's arrangement afgerond. Arrangementniveau 100%. Damien's arrangement afgerond. Arrangementniveau 100%. Fantastisch. Zijn jullie er klaar voor? Zullen we gaan, jongens? Wacht! Alsjeblieft, cigarette! Zio, ik hou je aan je woord, mijn vriend. Als ik verlies, verliest Toby ook. Het begin van de finale komt steeds dichterbij. Vanuit de hele wereld zijn fans hier naartoe gekomen om deze wedstrijden te kunnen zien. De arena zit helemaal vol. Toeschouwers die niet meer naar binnen kunnen blijven gewoon buiten op straat staan. Hoi jongens. Kenta. Kenta. Die Kenta. Het gaat eindelijk beginnen. Ja. Het is zo fantastisch. Voor al die mensen die naar de tv kijken, zorg dat je klaar zit. Je wilt het gevecht van de eeuw niet missen. We zijn nog maar een paar minuutjes verwijderd van het gevecht waar we allemaal op hebben gewacht. De grote finale zal zo meteen beginnen. Ja, ze hebben het geweldig gedaan. Ze zijn zo ver gekomen. Ja, maar ze vechten tegen Team Starbreaker. Zullen Jinga en Masamune dat met z'n tweeën wel aankunnen, directeur? We weten allemaal dat Starbreaker gevaarlijk is. Het enige wat we kunnen doen is erop vertrouwen dat het ze gaat lukken, Hikaru. Ja. Voorzichtig, Jinga. Oh, dit is zenuwslopend. Ja, dat klopt. Oké, dan. In welke volgorde gaan jullie vechten? Dat hangt er vanaf wie er bij hun gaat beginnen. Kom op! Let maar eens op, Toby. Ik zal vandaag gaan winnen en zorgen dat onze droom uitkomt, oké? Masamune! Huh? Luister naar me. Als Sio begint, vecht ik tegen hem. Waarom jij? Na wat er gebeurd is tussen jullie, is het te moeilijk voor jou om tegen hem te vechten. Ik doe het wel. Mooi niet. Dit is precies waarom ik tegen hem moet vechten. Huh? Ik weet niet waarom Sio zo kwaad is op mij. Dat weet ik echt niet. Ik weet alleen maar dat ik helemaal niks fout heb gedaan. Het is raar. Daarom moet ik tegen hem vechten. Ik mag het nu niet opgeven. Ik begrijp het. Ik zal alles geven wat ik heb en zorgen dat dit opgelost wordt, oké? Oké dan. Zo doen we het. Ik laat het dan wel aan jou over. Ja! Ik los het wel op. Oké, we gaan winnen voor Tsubasa en You. Ja! Het is 12 uur. Het is zover. In dit gevecht wordt er beslist wie de nummer 1 van de wereld wordt. De finale van het Beyblade Wereldkampioenschap begint nu. Het eerste team dat we gaan zien is ons eigen team uit Amerika, Starbreaker. Daar zijn ze, kom op. Deze finalisten hebben al hun wedstrijden heel gemakkelijk gewonnen. Hier is Team Starbreaker. We hebben er allemaal lang op moeten wachten. Als eerste gaat vechten de nieuwkomer, Sio. En de man die vandaag misschien wel weer een kunstwerk in de stadionvloer zal gaan maken. De kunstenaar van het Beybladen, Jack. En de laatste van het stel, de angstaanjagende man van Hades. Zijn tegenstanders staan voor hem te trillen, Damien. Huh? Daar gaan we, nummer 1. Huh? Masamune. Hier is het team dat echt helemaal voor niemand bang is. Het team uit Japan, Gengen Galaxy. Het is jammer, maar twee bladers, Ju en Tsubasa, missen de finale omdat ze geblesseerd zijn. Ze hadden toestemming gekregen om een vervangende blader te zoeken, maar zo te zien hebben ze die blijkbaar niet kunnen vinden. Zijn ze echt van plan om maar met z'n tweeën de finale te gaan spelen? Hoor je dat? Dat klinkt niet echt serieus. Masamune, het maakt allemaal toch niks uit. Ook al zijn ze maar met z'n tweeën, hij geeft nooit op. De kampioen van gevechtsbladers, Jinga! En als hij zijn tegenstanders eenmaal ziet, valt hij meteen aan. De vechtende wervel wint, Masamune! Je gaat winnen, Jinga! Masamune! Het is eindelijk zover. Ik reken op jullie, jongens. Oh ja. Dan beginnen we nu met de eerste wedstrijd van de finale. Voor Team Starbreaker speelt als eerste Zio Abyss. Applaus! Huh? Zio gaat als eerste?
Nou, dan ga ik maar. Huh? Dat is toch geen probleem? Helemaal niet. Hij is voor jou, Masamune. Zet hem op, Masamune. Voor Gang Gang Galaxy is hier Masamune Kadoya. Dus je bent de echt Masamune? Nummer 1. En ik zal jou verslaan om het te bewijzen. Masamune. Oh, jij. Masamune en Zio moeten meteen tegen elkaar. Voor wie moeten we dan gaan juichen, hè? Allebei. Huh? Zowel Zio als Masamune zijn onze vrienden. Het maakt dan toch niet uit wie er wint, of wel soms? Ik denk het niet. Kom op, jongens! Ga voor de winst, Masamune! Jij ook, Zio! Masamune, bedoel je nummer 1 in liegen tegen mensen? Als jij zo over me denkt, kan ik het niet helpen, oké? Maar ik wil alleen de allerbeste bleder worden. Wat een onzin! De beste worden is het bewijs van mijn vriendschap met Toby. Dat is niet waar! Je hebt ons in de steek gelaten, dus je weet helemaal niet wat vriendschap is. Zio! Ga klaarstaan, Masamune! Ja. Toby, ik zal je redden. Je zult het zo wel zien. Ik word nummer 1. Let maar op, Toby. Het gaat erom wie de sterkste van de wereld is. Klaar! 3, 2, 1... Let it rip! Let it rip! En we zijn begonnen. Wie van deze twee bladers zal vandaag het meeste geluk hebben? De B van Masamune is Striker D125 CS. Een uitzonderlijke B met heel veel aanvalskracht. De B van Zio is Flamebixis 230 BD. Zijn effectbaan heeft een ongelofelijke hoogte van 23 mm. Het lijkt wel een wolkenkrabber. Zio, wat je ook tegen me zegt, ik ben Toby nooit vergeten, hoor je me? Ik ben zo ver gekomen omdat ik geloof dat hij beter wordt als ik de nummer 1 ben geworden. Houd toch op! Ik vergeef je nooit voor wat je hebt gedaan. Go, Pixis! Go, Striker! Wow! Moet je dat hoogste verschil zien? Het lukt Striker niet om het combiwiel van Pixis aan te vallen. Ha, dat maakt helemaal niks uit, want ik weet al lang hoe ik moet vechten tegen Pixis. Striker! Die was raak! Moet je zien hoe Striker zijn geweldige mogelijkheden gebruikt om een hele serie stevige aanvallen te doen op de superhoge Pixis. Het maakt niet uit. Hij doet Pixis helemaal niets. Hij verliest geen snelheid, zelfs niet door die constante aanvallen van Striker. Ongelooflijk, want Striker valt elke keer weer het combiwiel van Pixis heel hard aan. Heeft Zio zichzelf op de een of andere manier weer verbeterd? Hij begint wel voorzichtig, vind je niet? Hij doet gewoon rustig aan, zodat het publiek ervan kan genieten, denk je niet? Val aan, Striker! Duw hem gewoon die bak uit! Jij verandert ook nooit. Toen al niet en nu ook niet. Je denkt alleen maar dat alles wat jij doet klopt. Je gaat er gewoon blind en wild in als een klein kindje. Huh? Maar op de HD-academie ben ik veel veranderd. Zoals ik nu ben, verlies ik nooit van iemand als jij. Ik zou niet zo opscheppen over die HD-academie. Het zijn een stelletje idioten die het niet erg vonden mijn vrienden pijn te doen. Ha, jouw vrienden, hè? Je bent zo'n kind, Masamune. Met dit gevecht kun je nummer 1 van de wereld worden. Als die vrienden van jou toen niet goed hebben opgelet, dan hebben ze gewoon pech gehad. Wat zeg je daar? Zelfs als die jongens nu hadden meegedaan, hadden ze toch niet van ons kunnen winnen. Jouw lieve vrienden zijn veel te zwak. Zio, dit meen je toch niet echt serieus? Ik ben altijd heel serieus. Ik ben voor Toby naar de HD-academie gegaan. Ik ben voor Toby veel sterker geworden. Dus waarom ga je niet lekker pimpampetten met je super lieve zwakke vriendjes? Zio! Ik zal er echt alles aan doen om de nummer 1 van de wereld te worden. Ik zal degene zijn die voor Toby de nummer 1 van de wereld gaat worden. Niet jij! Huh? Bladers communiceren. Ze praten met elkaar door te vechten. Ik dacht dat als ik tegen jou zou vechten, je zou begrijpen hoe ik me voel. Ik geloofde dat ik zou gaan begrijpen hoe jij je voelt over wat er gebeurd is. Maar dat is allemaal voorbij. Verleden tijd. Ik begrijp het nu wel. Dankzij jou begrijp ik het nu heel goed. Ik snap nu pas dat jij zelf compleet veranderd bent. Maar ik zal je laten voelen wat ik bedoel. Ga nu, Striker! Dat heeft geen zin! Ga! Pixis noodlotnaald, nu! Oh nee!
Hey, Striker! Wat was dat? Waarom maakte Striker die beweging? Het is een special move van Bixus. Als een B daardoor geraakt wordt, heeft Bixus totale controle over hem. Bepaalt Bixus wat hij doet? Hoe kan dat nou? Dans, dans! Ik heb nu geen tijd om een spelletje met je te spelen. Maar dat maakt toch niks uit, want jouw B gaat verliezen met een stadium out. Striker! Wat is dit? Er hangt een sterk magnetisch veld om Bixus heen. Wat betekent dat dan? Striker is nu gevangen genomen door die sterke magnetische kracht en kan niks meer. Wat is er met Striker aan de hand? Hij gaat recht op het stadium out af. Kom op! Is er wat, Masamune? Daar straks was je nog zo stoer, maar nu hoor ik je niet meer praten. Madoka, hoe moet je door dat magnetische veld heen breken? Dat probeer ik nu juist uit te zoeken. Om Bixus te kunnen aanvallen zonder dat je last hebt van dat magnetische veld... Omhoog! De lucht in! Dat magnetische veld hangt blijkbaar alleen maar op de vloer van het stadion. Als het hem lukt om de lucht in te komen, kan hij er misschien wel aan ontsnappen. Oké, Masamune, spring! Je moet Bixus van bovenaf aanvallen. Dat is het! Nu ik weet wat ik moet doen, ga ik de wedstrijd winnen. Ha! Dat lukt je niet. Striker zit nog steeds gevangen in het magnetische veld van Bixus. Denk je nou echt dat je kunt ontsnappen aan deze special move? Houd toch op over die special move. Ik ga echt niet verliezen van zo'n raar mannetje als jij, hoor je me? Want vertrouwen is iets dat je kunt halen vanuit je eigen kracht. Go! Oh, nee! Ja! Oké, ga door, Masamune! Go! Die was raak! Die aanval van Striker kwam wel heel hard aan. Blijf doorgaan, Bixus! Ha, nu heb ik je, CEO! Ik ben de beste vriend! Ik zal de nummer 1 worden en doen wat ik aan Toby beloofd heb! Toby... Oh. Als jij verliest, zullen wij Toby niet langer meer helpen. Nee! Wat is er? Huh? Oké, mooi! Bixus is hersteld van die aanval van zojuist. Oh, interessant. Het lijkt nu dat de arrangementindex heel snel omhoog gaat. Masamune, van jou wil ik zeker niet verliezen. Ik wil gewoon niet verliezen van een verrader. Wat gebeurt er nu, CEO? Zijn draaisnelheid neemt heel snel toe. Maar hoe doet hij dat? Hoe kan hij zich zo snel herstellen? Mooi. Jij ging weg. Jij hebt ons in de steek gelaten. Dankzij jou zitten Toby en ik zo in de problemen. Het is allemaal jouw schuld. Je bent niet alleen een verrader. Je loopt in de weg. Prachtig gedaan, Zio. Haal nog meer kracht uit je haat en je agressie. Het is begonnen, directeur. Ja, dat klopt. Het is allemaal waar. Masamune, je moet je gewoon nooit ergens meer mee bemoeien. Hoor je me? Huh? Masamune, niet aarzelen. Ga door. Win en je wordt nummer 1. Ik weet het, ik weet het. Laat me met rust. Striker! Ik ga het nu gewoon doen, oké? Special move. Flitsende zwaardvlam. Daar heb je hem. Die ongelofelijke special move van Masamune. Wow! Welkom, Masamune. Ik verlies niet. Ik mag niet verliezen. Niet nu. Als ik verlies, gaat Toby straks dood. Special move. Magnetische naaldenstorm. Directeur? Masamune, is hij oké? Striker? Stadium out! En onze Flame Bixus is nog steeds... aan het draaien!
De winnaar is CEO van Starbreaker! De overwinning in de eerste wedstrijd gaat naar Starbreaker! Oh. Masamune! Masamune! Gaat het wel goed? Hey, zeg eens wat! Ik won! Ik heb gewonnen! Toby! Dat zag er allemaal niet zo lekker uit. Ach, voor hem was het niet zo slecht wat hij heeft gedaan. Kijk, kijk, je bent geslaagd. Je kunt gaan rusten, maar niet te lang, CEO. Ze zijn dus wel iets van plan. Ja, dat lijkt me nu wel duidelijk. Dr. Ziggurat, hè? Jenga! Het enige wat we nu kunnen doen is de volgende wedstrijd winnen. Ah.